We hadden in ieder geval een brandje te blussen in een machine voor de vuilverwerking. En door de brand was er een slachtoffer die wilde aan de andere kant de machine verlaten. En die is daarbij in een container gevallen. Zijn rug geblesseerd en moest daardoor op een. ...wervelplank uit de container gehaald worden. We hebben hier vandaag uh, provinciale uh, vaardigheidstoetsen gehad... ...van het uh, ABWC, Algemeen Brandweerwedstrijden Dat is een, uh, een uh, provinciale uh, organisatie die hier zeg maar, uh, wedstrijden organiseert. En uh, daarvoor zijn uh, 20 ploegen vanuit uh, de provincie Gelderland... ...en vanuit de provincie Flevoland... Uh, ...die hebben vandaag hier in Groenlo een wedstrijd gespeeld. Dat zijn tien ploegen op deze baan geweest... ...en tien ploegen uh, op een baan bij ons in Groenlo in het centrum. Een mooie leerzame dag. Ook uh, allerlei incidenten worden nagespeeld, nagebootst en je wordt op een uh, ja, echt een uh, vaardige wijze gecontroleerd, bezureerd. Dus uh, ja, je kunt er een hoop van leren. En waarom doen jullie mee aan deze dag? Om in ieder geval onze tijd een eindje op peil te brengen of op hoger niveau te brengen. En zo uh, doen we in het dagelijks leven uh, ja, goed, uh, goed beslagen ten ijs te komen. En jullie hebben net de toets achter de rug. Um, hoe ging deze toets vandaag? Deze toets die ging heel geweldig. Ja, weer een hoop geleerd. En ja, dat is uiteindelijk het doel. En de resultaten die zullen we aan het eind van de dag op de kazerne in Groningen horen. En hoe is de sfeer op deze dag? Ja, prachtig. Dat is gewoon leuk. Daar ben je weer alle, met z'n allen ben je bezig. En je leert nieuwe mensen kennen van andere koops. Ja, dit zijn gewoon leuke dagen, zeker dus weet. En wat gaan jullie dadelijk doen? Vanavond nog een speciaal programma? Ja, we hebben ze dag, uh, de wedstrijden zijn uh, net afgelopen. En dan uh, hebben we vanavond hebben we nog een prijs uitrekening om half zeven. Dat zal bij uh, City Lido zijn. dan zijn alle ploegen nog aanwezig. Dan krijgen ze te horen wie vandaag de beste is geweest. En uh, ja, daarnaast voor iedereen die geholpen heeft, nog even gezellig avond. Even een biertje nadenken. Dat is ook belangrijk.